Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Arno Visser zwaait af als president van de Algemene Rekenkamer. Ruim 7 jaar gaf hij leiding aan het instituut dat onderzoekt of de overheid ons geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. En vaak kwam hij tot alarmerende conclusies. De rijksbegroting 2017. In de bedrijfsvoering komen we bijna evenveel onvolkomenheden tegen als vorig jaar, namelijk 35. Vorig jaar ontkenden 4 ministers nog dat er problemen waren. Nu doet geen van de ministers dat. Dat is dan wel weer beter dan vorig jaar. De aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2018. Voorzitter, bij de bedrijfsvoering zien we meer problemen dan voorgaande jaren. En we concluderen dat vaak niet goed is te volgen in de verantwoording hoe dat extra geld wordt ingezet. Overigens, dit is by far de best bezochte verantwoordingsdag ever, period. Ja, met een mondkapje inderdaad. Allereerst zien we dat de rechtmatigheid van de uitgaven en verplichtingen van het Rijk onder druk staat. In 2021 was een zorgwekkend hoog percentage verplichtingen niet rechtmatig. Fors meer dan vorig jaar. Ja, zo ging dat dan profeet, hè? Jaar in, jaar uit. Nou ja, ik zat dit te luisteren. Het was leuk dat jullie dat grapje erin hadden over Trump, maar die begreep niet iedereen. Ik zei, dit is toen had hij net die inaugurale reden gedaan, waarin hij zei, oh, iedereen stond zoveel daar, mensen miljoenen geweest. En mensen, et cetera. Toen deed daar, dit is by far de best bezochte, et cetera. Maar ja. De grapjes begrepen worden niet altijd begrepen. Jullie wel, want jullie willen hem in de uitzending. Of hadden hem ook niet horen, dat zou nee, onzin. Maar ik had wel, ik denk als je dit beluistert, begrijp ik wel dat je ermee wil stoppen. Ja, weet je, een van de meest gestelde vragen die ik krijg als ik eerst mijn verhaal hou is, wordt u niet cynisch? Of bent u niet cynisch? En? Bent u niet cynisch geworden? Nee, ik ben niet cynisch. Maar ik ben ook tegen mijn natuur en af en toe niet opgewekt over de mate waarin we erin slagen dingen te verbeteren, fundamenteel te verbeteren. Nee, want dat is, we hebben het hier natuurlijk de afgelopen jaren ook regelmatig, als er een onderzoek was gekomen van de Rekenkamer, het daarover gehad. En ja. Nou, heel af en toe was er misschien een lichtpuntje van er wordt wat mee gedaan en we zien iets. Maar over het algemeen waren de conclusies alarmerend of in ieder geval niet positief te noemen. Nou ja, in ieder geval moet je er wat mee doen. En ja. En het argument is heel vaak, en dat is zo'n spreekwoord dat iedereen kent, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Huh? Punt is, als de zon schijnt, lekt het dak niet meer. Want het regent niet. Ja. Dus gaat iedereen weer vrolijk door. En ja, er hoeft toch niks veranderd te worden. En dan komen we weer in een crisis terecht. Of dan gaan er weer dingen weer slecht. En dan begint het dak weer te lekken. En dat kan het nu niet. En als je nou even over een lange jaren terugkijkt, is dat de terugkerend probleem. Er zijn heel veel zaken die we met z'n allen weten. Niet alleen dankzij de Rekenkamer, maar dankzij allerlei instituties die onderzoek hebben gedaan. En er wordt steeds hetzelfde geconcludeerd, maar dat wordt niet fundamenteel opgepakt. Nee, en dat is, als we het kijken in uw tijd als president, heb je het over honderden rapporten die zijn uitgekomen. Nou, als je kijkt, als we het jaar daarna datzelfde rapport weer bekijken, dan zie je soms wat verbeteringen, maar heel vaak niet. Welk ministerie is het meest hardleers gebleken eigenlijk? Tjoe, dat is heel lastig te zeggen. Hardleers is namelijk ook een woord dat mensen niet willen. Maar de vraag is ook of je het kunt gegeven de politieke omstandigheden. Nou ja. Dus het is niet zozeer het departement altijd. Het is ook hoe politici, kamerleden en ministers ermee omgaan. Maar is dat ook uw taak als president van de Algemene Rekenkamer? Dat je kijkt naar de mogelijkheden? Je kunt ook zeggen, ik ben gewoon een strenge rekenmeester. Nee, je moet streng zijn, maar je moet ook fair zijn. Kijk, laten we even het ministerie van Defensie, daar zijn wij altijd zeer streng op. Maar dat is nou een van die departementen waar we het geld en de uitgaven en alles van A tot Z kunnen volgen. Dat is nou weer een departement waar men nooit als door een adder gebeten reageert op ons, die altijd leuk vindt, maar zelf wel zich te pakt op. Het wordt niet ontkend. En dat ziet u dan in de resultaten de jaren daarna ook? Ja, dat het verbetert? Ja. Wel. Of ja, maar niet altijd meteen heel snel. Soms willen ze te snel en zeggen wij nou piano. Dat soort we echt wel 3 jaar als het 10 jaar langzaam in probleem is geraakt. Maar wat ik wil zeggen is, u zei in de aankondiging van dit gesprek, het is allemaal wel ingewikkeld geworden. Ja, neem maar even terug, want ik vroeg welk ministerie is zo hardleers gebleken? Nou ja, dat wilde ik gaan antwoorden. Er zijn een aantal departementen waar die geldstromen minder eenvoudig zijn te achterhalen. Binnenlandse zaken, onderwijs, cultuur en wetenschappen, sociale zaken. Daar wordt het geld in Den Haag geïnd en ergens anders uitgegeven. Mm-hmm. Bij gemeenten, bij zorginstellingen, bij onderwijsinstellingen. En daarvan zeggen wij sinds jaar en dag, je moet je informatie beter op orde hebben om te weten wat er goed en niet goed gaat. Je moet daar beter op sturen, je moet dat beter ontwikkelen. En dat gebeurt elke malen niet. Nee, dus die departementen noemt u, want ik moet zelf denken, dat zijn structurele problemen. Het ministerie van Justitie, wat toch regelmatig op de vingers getikt is. Maar nou ja, ook Volksgezondheid, waar we ernstige gebreken, zelfs dat het democratisch bestel in het geding kwam, was een van de conclusies in het rapport. Ja. Nee, daar zou ik hetzelfde voor kunnen zeggen. Maar dan zitten we dus inmiddels op 4, 5 departementen. Ja, nou, kijk, bij justitie zie je 10, 15 jaar eigenlijk in allerlei soorten onderzoeken dezelfde conclusie. Het ministerie van Justitie heeft een budget.
Meer dan 60% van het budget gaat naar organisaties die autonoom en zelfstandig zijn. Die zeggen allemaal, we gaan X, Y of Z doen. Ja. Dan komen wij een paar jaar later, hoe is het met witwassen? Een paar maanden geleden. Mm-hmm. Nou, dan zijn de resultaten niet veel beter dan 15 jaar geleden. Hoe komt dat nou? Elk van die organisaties zegt, als wij geld krijgen, extra geld, dan gaan we witwassen aanpakken. Maar vervolgens kom je langs en zeg je, wat heb je dan met het extra geld gedaan? Ja, dat hebben we niet gevolgd, dat hebben we niet bijgehouden. Als je zegt, hoe zijn die verschillende organisaties van de fiscale opsporingsdienst, tot het OM, de rechterlijke macht, de politie, allemaal op elkaar aangesloten, kunnen ze hun elkaars daden volgen, zodat ze dat beter af kunnen stemmen? Behouden ze hun verantwoordelijkheid? Nee, ja, dat kan niet, want dat tast mijn onafhankelijkheid aan. Ja. En dat zijn die terugkerende problemen die ik bedoel. Dus dat men niet onder één departement valt, maar allemaal op eilandjes werkt, waardoor dingen niet goed te traceren zijn. Ja. Maar is dat ook die complexiteit dan? Dat zie je sinds de afgelopen 30 jaar toegenomen. Dus er is ergens 30, 40 jaar gezegd, goh, we moeten beleid en uitvoering verder van elkaar afzetten. Op de ene plek verzinnen ze het wat en de andere plek verzinnen ze het hoe. Ja, dat is steeds meer scheef gaan lopen, want de mensen die het wat, het beleid verzinnen in Den Haag, weten niet meer hoe het in de uitvoering zit. Dus als je naar al die enquêtes en parlementaire onderzoeken of rekenkamerrapporten kijkt, zie je steeds, het loopt spaak in de uitvoering. En waarom? Het moment dat het verzonnen werd, wist men onvoldoende hoe het uitgevoerd moest worden. Ja. Hoe snel het kon, hoe snel het niet kon, wat er wel kon, wat er niet kon, hoe het precies zat. Het is terugkerende breuk. En daar zit een fundamenteel beginsel achter, dat je het op de ene plek verzint en op de andere plek uitvoert. Ja, in Den Haag verzint, in de gemeente uitvoert. Dat wordt natuurlijk ook door ministeries vaak over dat de samenleving is complex geworden. Of zo hebben we het nu allemaal georganiseerd om misverstanden. Of... Nou kijk, de samenleving is complex geworden, zeggen dan, maar dat is het punt niet. Maar de vraag is, kun je hem weer eenvoudig maken? De overheid is complex geworden. Ja, nou kun je de overheid weer eenvoudig maken. Dat kan, want als je hem ingewikkeld hebt gemaakt, kun je hem ook eenvoudig maken. Nou, is dat niet iets te eenvoudig gesteld? Nee, dat is niet eenvoudig gesteld. Maar wat je kunt maken, kun je weer maken. Ja, maar weer als je kijkt, maken. Alles is houtje touwtje aan elkaar geknoopt en we hebben dat wat aangepakt. Concreet, en op een gegeven moment, kom je toch op een plan dat je zegt, nu helemaal terug naar nul, dat kost nog veel meer geld en inspanning, gaan we niet doen. Dat hoeft helemaal niet. Laat ik nou gewoon een concreet voorbeeld noemen. Heel veel mensen klagen dat ze niet weten wat met hun belastinggeld gebeurt, terwijl dat de essentie van democratie is. Een van de problemen in de belastingwetgeving is dat we ongelooflijk veel verschillende regels hebben, en regelingen hebben om meer of minder belasting te betalen. Zodat u het ene wel doet en het andere niet doet. Dus stimulerende maatregelen. Toen vroegen wij het ministerie van Financiën, hoeveel zijn het er inmiddels? Wisten ze niet. Honderden. We hadden in 98 al gewaarschuwd dat het een beetje uit de hand liep. Maar dat idee dat je met geld op die manier kunt sturen, denk me dat het werkt, maar dan moet je ook uitzoeken of het werkt. Nou, dat blijkt niet onderzocht te zijn. Je blijkt niet weten hoeveel geld het gaat. Je weet niet hoeveel geld erin omgaat. Je weet niet of het werkt. Zeg dan, stop met deze show. Maak het eenvoudiger. Kan die wildgroei aan fiscale regelingen. Dat begrijp ik, Visser. Maar zoals ik het zie, maak een complex of een systeem weer eenvoudig. Dan zou je eigenlijk gewoon een nieuw systeem gaan ontwikkelen. En dat. Ja, maar dat. En dat is wat ik bedoelde met regelingen afbouwen of ermee stoppen is natuurlijk anders dan een heel nieuw belastingssysteem gaan opzetten. Nee, dat is hetzelfde, want dat is één van de voorbeelden. Ik kan meer voorbeelden verzinnen. Waarin je op de ene plek je geld in, op de andere plek verzint wat er moet gebeuren. En op de derde plek verzint waar het uit moet gevoerd moet worden. We hebben vorige week een onderzoek gedaan naar Staatsbosbeheer. Daar zie je een variant op hetzelfde. Je hebt staatsbosbeheer, je hebt bosbeleid. Bosbeleid is voor een deel met subsidies en dan naar de provincies gedecentraliseerd. Staatsbosbeheer is door het hele land georganiseerd. Mm-hmm. Daar worden allemaal lokaal beslissingen genomen. Ter goede trouw. Ja. Op centraal niveau weet je nu niet meer of de optelsom van al die weloverwogen genomen beslissingen het gewenste resultaat oplevert en of die subsidies van die provincie daar ook aan bijdragen. Dus je hebt er geen zicht meer op. Dat hebben we ingewikkeld gemaakt. Ja. Dat kan je oplossen. En zo kan ik een heleboel voorbeelden geven over de politie en de politieorganisatie, over de jeugdzorg. Maar dat is wel interessant, want als dat keer op keer wordt geconstateerd, waar blijft het besef dan bij mensen? Komt dat gewoon laat bij iedereen of niet? Of als men een andere functie gaat betrekken? Dat is wat je zou kunnen noemen bestuurscultuur. Niet politieke cultuur, maar bestuurscultuur. Want we werken er met z'n allen aan mee. Ja. Als ik nou weer een ander voorbeeld mag geven. Onderwijs. We hebben het er net over gehad. Al een aantal jaren concluderen we dat als er in de Tweede Kamer wordt afgesproken om extra geld voor een doel binnen het onderwijs te besteden, en vervolgens niet wordt afgesproken wat dat doel dan precies is, hoe je aan het doel bijdraagt en hoe je volgt, of de extra middelen ook gewenst resultaat hebben opgeleverd. Dan kunnen scholen er met elkaar over praten. Ja. Dus doen wij onderzoek en dan komen we aan het eind van het onderzoek de conclusie. We weten niet of het extra geld is besteed, waaraan het besteed is. Maar meneer Visser, sorry dat ik onderbreek, maar u heeft zoveel voorbeelden. Ja. En kennelijk
is er geen besef of u dringt niet door in de hersenpan van de mensen die daar dan iets mee moeten doen? Ja. Waar gaat het dan mis? Nou, heeft u de boodschap niet goed overgebracht? Ja. Of is men hardleers, ziet men het, wil men het niet zien? Waar zit het dan in? Nou, ik denk dat met het woord wat ik net gebruikte, dat is ook bestuurscultuur. Dit is niet alleen Den Haag. Dat zijn ook onderwijsorganisaties, onderwijsbesturen die bij het oude willen laten. Dat zit in onze hele samenleving. Ja. Dat elke keer als je iets wil veranderen, je niet weet wat je krijgt, maar je weet wel wat je hebt. Dus we verzetten ons tegen een heleboel veranderingen met z'n allen. Dat is wel een sombere constatering, toch? Nou ja, je moet die constatering eerst uitspreken om er met z'n allen weer wat aan te doen. En wat je heel veel ziet op het moment is dat zullen je het gedaan hebben. Ja. Zullen je in Den Haag, zullen je Kamerleden. En dan krijg je na 4 jaar weer nieuwe Kamerleden. Die denken met vol frisse moed weer beginnen. En dan veel moeilijk terug kunnen draaien, want daar krijgen ze geen tijd voor. En zo hebben we ons afgelopen 20, 25 jaar het niet makkelijker gemaakt. Dan even naar u, naar de Algemene Rekenkamer in de taak. Want jullie constateren, hebben dit al jarenlang blootgelegd. Zou je als Rekenkamer niet gewoon sancties moeten hebben? Dat je niet alleen kunt constateren, maar ook iets kunt opleggen op het moment dat er geen verbeteringen komen? Nee. Waarom niet? Nee, sancties zitten bij het parlement. Kijk, ik ben voor het leven benoemd. Ja, maar je kunt mij niet afzetten. Het parlement maakt er dus te weinig werk van. Dus nee, maar dat is wel principieel. Je kunt niet de partij die onafhankelijk moet controleren en openbaar een oordeel moet geven, ook een sanctie-instrument geven. Want dat doet iets met je democratie. Als je iemand die je voor het leven benoemd is een sanctie-instrument geeft, dat is niet democratisch gezien niet echt lekker. Het punt is dat de sanctie bij een ander zit, en dat is het parlement. Ja. Die kunnen er wat mee doen. Maar doen er te weinig mee. Nou, daar kan veel meer mee gebeuren. Maar weet je, het interessant is, als ik wat wij doen uitleg aan mensen in bedrijfsleven, oh, dat is interessant, dat is leuk. Jullie zijn de jongens en meisjes in Den Haag die, vertel het even naar mijn eigen organisatie, de winstgevendheid kunnen verbeteren, de duurzaamheid van mijn bedrijf beter kunnen verbeteren, et cetera. Dat is welkom. Mm-hmm. In de politieke context, in de context van het bestuur, zijn wij helemaal niet welkom, is de liability. Want oh jee, er komt dadelijk weer een uitzending of een vernietigend rapport Rekenkamer staat er dan met groot. Dat wil je niet. Dus er is een hele andere dynamiek in de private sector en in de publieke sector, hoe je omgaat met resultaten waarvan de uitkomst anders is dan je gehoopt had. Ja, maar dan zou je dus denken, als je niet wil dat die uitkomst ongewenst is, dan wordt daar wat mee gedaan. Ja, dat zou je denken. Ontbreekt het aan kennis in de Tweede Kamer om daar wat mee te doen? Ontbreekt tijd. Tijd nemen om er wat mee te doen. Tijd is dingen kennis. Te doordenken. En er ontbreekt ook, en dat doen we ook met z'n allen, tijd voor Kamerleden om zich op dingen in te werken. Want hoe lang zitten Kamerleden tegenwoordig? Ja, ook dat. Dus tegen tijd dat je 4, 5 jaar verder bent en goed ingewerkt begint te worden, word je weer vervangen door een ander. En het gaat over alle politieke partijen. Dus dan begint de film ook weer opnieuw. Hè? Mm. Er zijn maar een paar Kamerleden tegenwoordig die het langer kunnen overzien. Valt u zelf ook nu iets te verwijten? Heeft u gedacht in de afgelopen maanden van dit had ik anders of beter moeten doen? Nou, terechte vraag. Kijk, wij moeten meer en meer rekening houden met hoe we het zeggen. De toon die we aanslaan, hoe dat overkomt. Waarom? Omdat iedereen er met de beste wil van de wereld in zit. En niemand het verkeerd bedoelt. Ja, maar misschien moeten we juist dan harder met de vuist op tafel slaan. Weet je, er zijn ook organisaties, laat ik dan heel specifiek zijn, politie en defensie, dat zijn mensen die ook hun eigen leven en eigen veiligheid in het geweer stellen. En daar wordt op onze rapporten soms wel eens fel gereageerd. En ik denk wel eens, ja, ik snap dat wel, want als je bij de politie werkt, op straat gaat, met elkaar in onveilige omstandigheden moet werken, en er komt ook nog eens de Rekenkamer langs. Nou, ik begrijp wel dat je dat niet leuk vindt en dat wij onze zakelijke toon dan niet zo zakelijk overkomt als wij het bedoeld hebben. Een beetje het wantrouwen in de samenleving wat je niet wil voeden, zeg maar. Dat ook. Wat dat betreft. Ja, want daar zijn wij niet van en niet voor om wantrouwen te voeden. We willen juist vertrouwen voeden. En als het systeem goed werkt, dan zijn wij ervoor om gewoon neutraal feedback te geven. En dat men daar het goede mee doet. Wij zijn er niet om wantrouwen aan te wakkeren. Ja. Dus dan probeer je ook te voorkomen dat dingen in de overtreffende trap naar buiten komen. Ja, grappig, want we hebben juist ook mensen gesproken die zeiden, ze hadden best wat strenger het vingertje. Dat wordt heel vaak gezegd. Te veel mededogen gehad. Nou nee, dat hebben we niet. Maar je moet ook opletten dat dingen wel in hun proporties worden gezien. Wij moeten naar het nieuws toe. Echt waar? Ja. Wat jammer. Ja, dat nieuwe jaar gaat u in als voorzitter van Bouwend Nederland. Kaplaarzen aan, poten in de modder. Ja, helm op. Dringend behoefte aan. Nou, wat meer de praktijk? Ik vind het mooie is dat het voor mij dan een hele andere soort baan is. Dat vind ik persoonlijk wel heel aantrekkelijk. Dus van achteraf kijken naar de voorkant. Van papier naar de concrete wereld. Mm-hmm. En ik ben wethouder geweest. Ik weet uit die tijd wat een energie van een bouwplaats afkomt. Als mensen bezig zijn met een nieuw kantoor, met een nieuw huis. De bewoners, de gebruikers, de bouwers, de architecten. Dat is geweldig. Is dat toch wel? Geweldig creatief. En,
Ja, en ik zit te denken, als president van de Algemene Rekenkamer weet u natuurlijk wat de zwakke plekken zijn van de departementen waar u straks als belangenbehartiger langs moet gaan. Nee, dus want dan zou ik een soort van voorkennis hebben. Nou, ja. Nee. Maar u weet toch veel meer hoe het zit bij departementen, dus je hebt er altijd een voordeel van. Ja, maar wacht eens even, wat gebeurt er dan bij de departementen? Het zit bij de gemeentes en provincies voor een belangrijk deel. Daar is uw werk als belangrijk. Kijk, als er besloten moet worden om een bouwlocatie iets te doen, of als een bestemming te veranderen, gaan naar provincies en gemeenten over. Ja, helemaal geen lijntjes op dit moment, met Den Haag worden helemaal verbroken? Een van de dingen die men de afgelopen jaren zegt, wat is de rol van Den Haag nog geweest na de afgelopen jaren? Ik heb er nu even geen mening over, maar de invloed van Den Haag is een stuk minder. Nou ja, dus wat zover, u net zegt, valt wel mee hoor. Dat is niet de reden waarom ik denken, dat ga doen. Een rapport, dat mag ik hopen. Een rapport is bijvoorbeeld uitgebracht over de miljard impuls die de overheid heeft gestoken in extra woningen, waarover jullie als rekenkamer aangaven van nou is niet aantoonbaar dat het die impuls van een miljard heeft geleid tot de bouw van extra woningen. Klopt, dat miljard is dan toch politiek Den Haag? En nee, dat is van de gemeente. Dat miljard ging naar gemeente. Maar de overheid trekt dat miljard ervoor uit. Ja, maar dan kom weer met mijn vorige onderwerp. Het is de Rijksoverheid die geld heeft, want we betalen alles aan de Rijksoverheid. De Rijksoverheid die afspraken moet maken. Mm-hmm. En wat zijn dan de afspraken? Wat is de businessplan daarover en de onduidelijkheid daarvoor? Maar de uitvoering van de woningbouw, staat ook in dat rapport, die zit bij de gemeente. En wat hebben die nou gedaan? Konden ze dat aantonen, et cetera? Ja, ik vraag het u, omdat er ook vanuit de journalistiek, Volkskrant-journalist Arjan Kortberg bijvoorbeeld, die gaf aan, zo'n overstap is onwenselijk. Hij schreef het boek Lobbyland. Zegt, één moment ben je waakhond, ander moment ben je belangenbehartiger. Begrijpt u die kritiek? Hij heeft zich niet bij mij gemeld, maar ik weet niet dat hij dat geschreven heeft. Ja, maar ik zie de tegenstelling niet, ik zie het probleem niet. Nee? Nee. Omdat u geen zaken hoeft te doen met politiek Den Haag? Nee, maar ik heb ten eerste dat rapport waar je net naar verwijst. Toen had ik nog helemaal geen contact over deze functie. Dus dat is van een jaar en maanden geleden. Dus er is totaal geen overlap. En ten tweede, iedereen heeft ervaring in zijn leven. Die probeer je in de volgende baan ten nutte te maken. Maar ik doe toch niet iets oneigenlijks. En dat is een beetje, daar stoor ik me aan. De toon die in zijn opmerking zit die u net voorleest. Ja, u zegt, want dan wordt gesproken over afkoelperiodes of zo. Die dan ik heb geen afkoelperiode. Het is dus anders als je actief bent in Politiek Den Haag. Ik heb daar juist, zit een verschil in. Het onderzoek dat de Rekenkamer doet is naar beleid dat plaatsgemaakt heeft. Dus het kan van jaren geleden zijn. De discussie waar u naar verwijst is een minister die kennis had van beleid dat komen gaat. Nou, daar ben ik als Rekenkamer helemaal niet bij betrokken. Cor van Nieuwenhuizen gingen dan. Ja, maar daar ben ik helemaal niet bij betrokken. Dus dat speelt helemaal niet. Ik vind dat wel daadwerkelijk een ander verhaal. Of je dan moet hij ook wat zorgvuldiger zijn voordat hij dat voordat hij opschrijft. Of laat hij me bellen. Volgens mij is dit met rondbellen, is dit gezegd. Oké, nou, hij heeft mij niet gesproken, hij heeft mij niet gebeld. Bij deze staat de uitnodiging dan. Ja. Wanneer gaat het? Er zit wel een periode, even een tussenperiode nu. Maar Maxime Verhagen is voorzitter tot en met 1 maart. Ik stop bij de Rekenkamer op 1 januari en dan ga ik me inwerken. Dan ga ik overal het land langs en ga ik alles loslaten wat ik gedaan heb. En dan ga ik me op de komende jaren richten. Met helm en kaplaars aan. Ja, onder andere.